Goedemiddag, beste kijkers en luisteraars. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Lim FM. We zitten hier momenteel met de ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen en tevens ex-directeur van Grasalco, de heer Sergio Akinboto. We zullen met hem praten over het privatiseringsproces van de SAIL. SAIL is een Surinaams staatsbedrijf en het ligt in het verschiet dat de SAIL zal worden geprivatiseerd. Het een en ander die gaat, het gaat al een beetje rommelig rondom het privatiseringsproces, dus we zullen praten met de heer Akinboto. Hij zal ons een nadere inkijk geven op deze zaak. Meneer Akinboto, hoe gaat het met u? Uitstekend, het gaat goed, dankjewel. Ja. We zullen direct met de deur in huis vallen. Wat betekent privatiseren? Of wat is privatiseren? Privatisering houdt niets anders in. Ik ga het simpel proberen uit te leggen hoor. Privatisering houdt niets anders in dat bedrijven, staatsbedrijven, bedrijven van de overheid, dan wel gedeeltelijk als geheel ter verkoop wordt aangeboden aan marktpartijen binnen die particuliere sector. Dus vanuit overheid en de overheid die eigenaar is, die gaat het aanbieden ter verkopen, gedeeltelijk of geheel, aan partijen die participeren in het marktproces binnen de particuliere sector. Maar hoe geschiet zo'n privatiseringsproces dan? Nou, ik heb voor mijn laatste studie heb ik Corporate Governance Code bestudeerd van staatsbedrijven. Ik ben zelf ook geweest directeur van staatsmijnbedrijf Grasalco. Daar ik heb ook bezig met het schrijven van een boek. Ik moet het nog publiceren. Yeah. Ik kan het al een paar keren aan, ik moet afronden en publiceren. En ik heb me verdiept in het stukje van staatsbedrijven, state-owned enterprises. En toen ik dat artikel voorbij zag komen met betrekking tot de ophandenzijde en mogelijkheden vanuit deze overheid om het bedrijf te privatiseren, noopte dat mij even terug in de pen te duiken om een artikel te schrijven. Natuurlijk met input van verschillende deskundigen heb ik dit artikel opgesteld. En waar het bij mij om gaat, en laat me dat goed benadrukken. Ik ben absoluut voorstander van privatiseren van staatsondernemingen. Vooral die bedrijven die een druk leggen op het budget van de belastingbetaler van de overheid. Sowieso moeten die van de hand worden gedaan. Dus het gaat niet om een algemene afwijzing van het privatiseringsbeleid, maar het gaat erom de wijze waarop dat moet plaatsvinden. Die transparantie die er ontbreekt. En daar is enigszins moeite mee, want als je deze toestaat, dan schep je precedenten voor de toekomst, waarbij de volgende dan zo onoverzichtelijk en onduidelijk zal zijn. In mijn opinie is het volgende voorstel handig en werkbaar. Gelet als overheid op dit moment, je hebt nog niet de reputatie dat mensen zeggen vertrouwen, dat is wat je zegt dat je gaat doen, zodat het conform gaat doen. We hebben binnen Suriname en buiten Suriname genoeg deskundigen die het proces, het blueprint kan opstellen voor hoe het traject zal moeten verlopen. En concreet zou ik daarbij voorstellen dat er een combinatie wordt gemaakt met een lokale consultant en een buitenlands consultant die een blueprint vast zetten. Nadat je als overheid natuurlijk een listing hebt gemaakt, dat indien je nog zou investeren in deze bedrijven, zowel als managementniveau als financiën, dat het niet meer goed zal komen, dat je tot slot komt, conclusie komt dat je die gaat privatiseren en dat je dan een dergelijke consultant de gelegenheid geeft om hier duidelijke richtlijnen over te maken hoe dat proces en traject gezien moet worden. En Dus u wilt eigenlijk aangeven dat er nog geen duidelijk proces is bij wet vastgelegd of traject dat afgelegd moet worden door de overheid om een desbetreffend bedrijf te privatiseren? Voor zover ik me dat kan herinneren, weet ik niet dat er een discussie hierover gevoerd is met het parlement als je dan zodanig een wet zou willen maken. Ja. En ik ben niet eens zo ver gegaan naar een wet. Ik ga tot een zekere mate van een blueprint laten opstellen door een gerenommeerd bedrijf die het proces zal begeleiden. En natuurlijk moet het parlement betrokken worden voor een stukje openheid, transparantie, duidelijkheid en controle van het traject. Want je hebt die parlementaire controle nodig om een adequate
uitvoering te krijgen van het voorgenomen privatiseringsproces. Yes. De minister van LVV geeft aan dat Zeel in een toeristisch gebied ligt en dat het in principe niet meer in dat gebied past tussen Torarica en Marriott, daar aan de Antondrachtenweg. Dus als het ware wil hij dat bedrijf vandaar hebben. Maar als hij dat bedrijf vandaar heeft en stel dat de mensen als het ware ontslagen moeten worden, hoe zit dat? Worden de mensen beschermd? Zijn er rechtsmiddelen die ingezet kunnen worden om de mensen te beschermen? Maar dat zijn precies die oneigenlijke discussies die je had kunnen vermijden wanneer je een derde onafhankelijke partij de opdracht had gegeven om deze beoordeling te doen. Er zou vergelijkingsstudie gemaakt worden waarbij de partij zou nagaan natuurlijk wat de relevantie is, wat de noodzaak is, past het werkelijk in het concept, wat zijn de lange termijn visie van de overheid zelf met betrekking tot dat gebied. Is dat gebied officieel uitgeroepen tot een toeristisch gebied? Of is het een voorstel of een idee-initiatief van de minister alleen? Dus dat zijn de vragen en de onduidelijkheden die je zou kunnen wegwerken door een independent consultant aan te trekken om dit te bestuderen, te beoordelen en een duidelijk advies te geven waarbij je dan in alle openheid niet het besluit van een toevallige minister hebt of een idee of een mening van een toevallige minister die gelieerd is aan een politieke partij die nu de regering vormt, heb. Maar dan heb je het breed gegooid en deskundig advies te geven om aan te stellen waarom wel de keuzes worden gemaakt, de voor- en de nadelen, waarom er wel dat gebied gekozen moet worden om in dit geval Zeel inderdaad weg te doen. U bent dus wel voorstander van het privatiseren van bedrijven. De Zeel of ja, bijna alle bedrijven hebben zo'n vakbond en ja, maar kan de vakbond wel invloed uitoefenen om, als het ware, het privatiseringsproces eigenlijk te voorkomen? Nou, kijk, als je als aandeelhouder van het bedrijf het besluit neemt als staatsondernemer met een grote verantwoordelijkheid naar je werknemers toe, naar de bevolking toe, dat het toch wel een minimale voorwaarde is dat je alle stakeholder betreft in dat proces. En vandaar dat ik zeg, als je een blueprint maakt, ga je een hearing sessie houden, een informatiebijeenkomst organiseren, waarbij je tenminste de vakbonden betrokken hebt, het personeel betrokken hebt, en dat je duidelijk aangeeft welke richting het gaat. En natuurlijk is het, men onderschat dat ding dat je mensen daar hebt die gezinnen hebben om te verzorgen, die afhankelijk zijn, afgelopen jaar hebben gewerkt voor het bedrijf. Dus laat die betrokkenheid op een dusdanige wijze is dat de mensen weten waar we aan toe zijn. Win eerst begrip bij de samenleving, bij je personeel, bij de belangrijke stakeholders, voordat je iets gaat bekendmaken via informele kanaal. Dus nogmaals, het inhoudelijk van die case, daar ben ik niet helemaal ingestudeerd in, maar de wijze waarop het is gepresenteerd en de aanpak daarvan, dat keur ik helemaal af. Ja, maar die vraag heeft u niet echt beantwoord. Kan de vakbond eigenlijk een stokje voorsteken dat Zeel niet wordt verkocht als het ware? Nou, dat zal afhangen met wat de argumenten zijn die het vakbond zal aandragen. Ik denk dat het vakbond een belangrijke rol kan spelen. Ja. Sterke vakbond die kan aantonen, want het gaat nu om de facts, het gaat nu om de feiten. Die kan aantonen dat het bedrijf werkelijk behouden moet worden op basis van de cijfers, op basis van de productieprestaties, op basis van de wat de zaken, de pijnpunten die er zijn. Qua management, als die argumenten gaan tellen, dan is het mogelijk dat die vakbond in staat zal zijn om de tijd te keren voor het personeel. Volgens de minister is Zeel nog niet verkocht. Dus eigenlijk stelt u dan dat de werknemers al daar en ook de Surinaamse gemeenschap niet een beetje te vroeg zijn met het trekken van conclusies? Nou, alleen die aankondiging. Als minister, u weet dat u een publieke figuur bent. U weet dat wat de uitspraken die u doet, zwaarder wegen dan een gemiddelde burger. Dus als u die aankondiging doet, dan gaan we ervan uit dat u al een traject hebt ingezet om dat voor te bereiden. Dus als ik in de plaats van de minister was, zou ik wachten met die aankondiging. Wanneer ik het blueprint al klaar heb, dan zal ik aangeven van mensen, dit is het traject dat intern besproken is en dat we nu daar buiten mee aankomen. Maar het frappante is dat
De minister zegt het is nog een lang traject, er moeten gesprekken worden gevoerd met de banken. Maar er is al een voorstel gedaan aan de vakbond ter afvoer van het personeel. Dus je ziet die tegenstrijdigheden in het verhaal. Mm. Dus wanneer we de juiste volgorde hadden gekozen van jongens, deze zijn de bedrijven die we gaan privatiseren. Er wordt nu een consultant op afgestuurd. Die gaat ons aangeven wat de pro's en cons zijn van het privatiseren van deze bedrijven. Wat zijn de volgende stappen die we zouden doen? Dit zal een level playing field zijn voor lokale ondernemers die in staat zijn inderdaad het bedrijf en voor zorg dragen dat het bedrijf winstgevend zal worden, die zullen participeren. Dit is zo'n datum waar de openbare inschrijving gehouden. En wie zijn de bedrijven die gaan deelnemen om over te nemen? Bedrijf X, in dit geval bedrijf C. Wij hebben gekozen als regering vanwege ons beleid voor de komende 5 jaar dat we het gebied willen veranderen uit het toeristische oord, dat C verplaatst zal worden. Dan heb je een andere approach, dan heb je een andere reactie. Maar dat creëert niet een onnodige doegoe waarbij personeel niet op de hoogte is, terwijl vakbond wel voor een deel is geïnformeerd daarover. Dus dat ben ik verwarring in die samenleving. Ik praat heeft het steeds over een consultant, een externe consultant, maar is dat niet dan weer een extra uitgavenpost voor de overheid? Heeft de overheid binnen zijn gelederen niet interne consultants, adviseurs die ze eigenlijk in dit traject kunnen begeleiden? In principe, daar geef ik je gelijk in, zo zou het gaan. Maar sinds je als overheid nog niet de reputatie hebt waarbij mensen kunnen zeggen, jouw vertrouwen, dat rapport van de interne deskundige. Er zullen goede Surinamers zijn die bij de overheid zitten en daadwerkelijk een goed rapport willen opstellen. Dan haal die twijfel weg door inderdaad uit te besteden. Je hebt lokale en internationale bedrijven die dat kunnen doen en die bekend zijn met het traject. Wat is het verschil tussen een staatsbedrijf en een parastataal bedrijf? Is er een verschil daarin? Nou, in principe is het just een begrip. Zelfde komen ze overeen hoor. Een staatsbedrijf is staatsbedrijf. Parastatale, je hebt verschillende insuggeneries. Dat zijn meer juridische technische termen waaronder men dat brengt. Maar in principe is er geen wezenlijk verschil tussen een staatsbedrijf en een parastataal bedrijf. Parastataal kan semi-overheid zijn, gedeeltelijk geprivatiseerd. Een staatsonderneming is een staatsbedrijf, hetzelfde als een parastataal bedrijf. Het is gewoon een begrip. Er zijn een heleboel staatsbedrijven, maar er zijn volgens mij, als ik het goed heb, enkele bedrijven waarbij de overheid niet alleen aandeelhouder is. Toch? Er zijn een aantal bedrijven, als ik het goed heb. Aan welke voorwaarden moeten ondernemers doen of investeerders om zo'n dergelijke investering te maken in een staatsbedrijf? Of om in aanmerking te komen om aandelen te kopen in een staatsbedrijf? Nou, in ieder geval zou je als je gedeeltelijk het bedrijf wil privatiseren, voor zover mij bekend zijn de meeste bedrijven volledige staatsbedrijven, 100% aandeel van de staat, vertegenwoordigd door in sommige gevallen planbureau, in andere gevallen door ministeries als aandeelhouder. Maar in principe zou je daarvoor voor zorg moeten dragen dat je een due diligence doet, het bedrijf, de deelnemers of de ondernemers die interesse hebben om te investeren in zo'n staatsbedrijf, zou je daarover een due diligence moeten doen. Hebben ze een track record van succesvol ondernemen? Zouden ze in staat zijn om te voldoen aan een aantal voorwaarden? Want wat belangrijk is om aan te merken, is dat staatsbedrijven soms niet alleen puur voor winstbejag zijn, maar ze hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Staatsondernemingen zoals ik wil een concreet voorbeeld nemen, waterleiding, dat ga je niet zomaar privatiseren. Want van daaruit dient er een groter maatschappelijk belang wordt gediend vanuit het bedrijf. Productiebedrijven, die zou je ietsje makkelijker kunnen privatiseren of gedeeltelijk kunnen privatiseren met behoud van een aantal deskundige personeel in de organisatie. Dus naar mijn inzien zou je de criteria moeten vaststellen als overheid, waaraan moeten die investeerders voldoen, een stukje transparantie, hebben ze bewezen track record en wat zijn de verwachtingen voor jou als overheid wanneer het bedrijf in particulier handen terechtkomt. Die criteria kan je samen opstellen inderdaad. Ja, want kijk, als zo'n dergelijk staatsbedrijf geprivatiseerd wordt of in handen komt van een andere investeerder of baas, om het maar zo te noemen, brengt dat
ja, de werkgelegenheid van de arbeiders in gevaar. En ook het maatschappelijk doel. U zei daarnet, u bent voorstander van het privatiseren. Maar bedrijven zoals SWM, EBS, bent u daarvan ook voorstander dat zulke bedrijven geprivatiseerd moeten worden? Nee, niet al geheel. We zijn nog niet zo ver in Suriname. Je zou in dat kader naast die staatsondernemingen de voorzorg dragen of de ruimte creëren voor particulieren om ook te investeren in die sectoren. Energievoorzieningen, watervoorzieningen. In mijn object dat je dan de staatsbedrijf behoudt, maar dat je ruimte creëert voor particulieren om ook in die sector te investeren, waarbij je een onafhankelijke instituut in het leven zou moeten roepen, die zal bewaken dat de standaarden worden gehandhaafd. Maar daarmee creëer je ook een stukje concurrentiepositie. Wanneer we een Telesuur hebben, we hebben gezien hoe Telesuur plotseling is veranderd toen de markt werd geopend voor Digicel en andere bedrijven. Ja, service werd in één klas verbeterd. Dus op dergelijke wijze kan je met behoud van de rol, de maatschappelijke rol van de overheid binnen die sector, ook ruimte creëren voor andere bedrijven om te investeren. Dus daar zou ik voor wat aan bepaalde sectoren, dat we zeggen die voorzieningen, wel moeten zorgen dragen dat er een ruimte is voor bedrijven, maar waarbij regels duidelijk worden vastgesteld om daarbinnen te spelen met de particuliere sector. Ik stel deze vraag volgens mij misschien weer, maar stel Siel wordt daadwerkelijk verkocht, wie beschermt dan de werknemers al daar? In principe is het laatste hoop dat je dan de groene tafel zal stappen. Als die handeling buiten het personeel om, wanneer het personeel of vakbond niet in staat is te stoppen, dat naar de groene tafel zou moeten stappen. Maar is dat nodig? Nee, het is niet nodig. Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Door een openheid en goede communicatie te hebben vanaf het begin, de betrokkenheid van de vakbond en het personeel in het heel proces, zodat je begrip wint bij het personeel en ervoor zorgt dat je die ondersteuning krijgt. Meneer Akimoto, we zullen even afwijken van het onderwerp. U was minister van natuurlijke hulpbronnen vanaf het jaar 2019 tot en met 2020. In die periode hebben we dan de ondertekening gehad van het Production Sharing Agreement tussen Staatsolie, Total Energies en Apache. Kunt u misschien een beetje openheid daarvan geven, want het is een hele ruis binnen de Surinaamse gemeenschap en ook in het parlement dat mensen of dat de regering of de parlementsleden niet op de hoogte zijn van wat er in het contract staat. Misschien kunt u een beetje openheid geven. Nou, een production sharing agreement in principe die onderstanding, voor zover ik het begreep hoe dat gaat, die onderstanding heb je reeds bij het binnenbrengen van zo'n oil company, international oil company, die hier exploratie gaat komen verrichten. Eigenlijk zijn er al voorwaarden, of althans basis van een principe overeenkomst, of soms voor definitieve akkoord, heb je al gelegd. Want als die man komt om exploratie te doen, moet hij weten wat wordt het voor mij nadat ik succesvol ben geweest met exploratie. Ja. Dus die voorwaarden en die afspraken die zijn reeds bekend bij het binnentreden van het bedrijf gedurende de exploratiefase. Dat is voor algemeen zo binnen de mijnbouwsector. Het concretiseren van die afspraken vindt plaats in een bepaalde fase van die exploratie, waarbij de bedrijven zullen zien van oké, we zijn dichtbij het vinden van een target, het ziet er zo uit. En dan vinden er onderhandelingen plaats om dan die afspraken die worden gemaakt, die als het ware als principe overeenstemming worden gemaakt, geconcretiseerd richting het gaan naar een final investment decision. Ja. En die beoordeling heb je wanneer je ongeveer een indicatie hebt van wat de exploratiedata heeft opgeleverd. Voor zover men bekend zijn die documenten wel open geweest. Wat ik ondertussen wel heb begrepen, dat er andere concrete afspraken zijn gemaakt die niet bekend zijn. Maar die FID is niets anders dan een decision van de company nadat die informatie heeft verzameld. Die FID zijn er geen nieuwe afspraken opgenomen waarover geen bekendheid is. Vanaf die exploratieovereenkomst, de agreement naar exploitatie, daar zijn die afspraken reeds gemaakt.
En voor zover bekend de presentatie van staatsolie heb ik kunnen opmaken wat die afspraken zijn. Indien er amendementen zijn, wijzigingen zijn gekomen in de tussentijd, in die overeenkomst, dan moeten ook die wel bloot worden gesteld. Ja. Maar wat zijn die afspraken? Misschien kunt u een beetje meer toelichten wat die afspraken allemaal inhouden. Of dat document althans. Nou, ik denk voor een grote lijnen zijn er afspraken gemaakt qua local content. Dat partijen zich zullen beijveren om lokale bedrijven te betrekken in het doen, leveren van diensten en service voor deze bedrijven. Je hebt in hoofdlijnen een royalty schema. Voor zoveel mijn bekend, dat moet zijn 6,25% royalties. Je hebt aandeel weer dat Suriname zou participeren met 20%. En dat Suriname natuurlijk voor de investment met dat deel van dat geld moet komen. Je hebt afspraken ook gemaakt binnen onze belastingstructuur. Wat de afdrachten van belastingen zullen zijn, loopbelasten, percentage als het moet liggen bij 36%. Je hebt afspraken met betrekking tot milieuvoorschriften waaraan deze bedrijven internationaal aan moeten voldoen. Die zijn vastgelegd. Omdat het ook om beursgenoteerde bedrijven gaat. Wat ik wel zeg is dat wij als land onze eigen controlemechanismen in het leven moeten roepen. En we moeten niet alleen laten aan één partij, want in dit geval is staatsolie zelf partij in die overeenkomst, maar een onafhankelijke, sterke, goed uitgerust met deskundigen, instituut die moet toezien dat deze afspraken wederzijds intact worden gehouden. Dat is waar we ons op moeten richten. Maar in hoofdlijnen voor zover in begin zijn dat de aspecten zijn meegenomen in de overeenkomst. Die production sharing agreement is eigenlijk al openbaar gemaakt toen der tijd. Dus in principe is die ruis in het parlement overboden. Nou, ik wil het niet zonder meer klassificeren als overboden. Dat zeg ik nog een keer. Als er in de tussentijd is heronderhandeld met de partijen, met de oil company, en er zijn amendementen, wijzigingen doorgevoerd in het wat voorgesteld was, dat dienen ze ook openbaar gemaakt worden. Dat ga je niet geheim houden. Maar in hoofdlijnen zijn er een aantal presentaties geweest. Die documenten die worden in hoofdlijnen, is een standaard overeenkomst die is gepresenteerd. Die cijfers worden ingevuld na onderhandelen. Die zijn over het algemeen wel bekend, ja. U haalde daarnet de term aan van local content. Het houdt in principe in dat staatsolie Total Energies lokale bedrijven gaat bijbetrekken binnen hun project. Maar aan welke voorwaarden moeten zulke bedrijven zich houden of voldoen om in aanmerking te komen voor dat stukje local content? Ja, een heel interessante vraag die de samenleving bezighoudt. En ik meen dat de directeur van staatsolie daarover een opmerking heeft gemaakt dat we eigenlijk geen wet hoeven te hebben en dat we moeten praten erover en ervoor zorgen dat het wordt nageleefd. Ik heb een andere mening. Ik ben daar totaal oneens mee. Ik denk dat we juist die wet moeten hebben als basis en waarin we wel moeten investeren. Niet omdat we de afgelopen jaren ons niet hebben gehouden aan regels en wetten, maar dat we geen nieuwe regels en wetten moeten maken. Waarin we wel moeten investeren, zijn de instituten die moeten bewaken dat deze wetten en regels worden nageleefd. De partijen hebben overeengekomen dat inderdaad dat diensten worden afgenomen. En service worden afgenomen van lokale bedrijven. Goederen en diensten worden afgenomen van lokale bedrijven. Om te voldoen aan die standaarden heeft staatsolie zelf ook wel een programma die ze aanbieden aan bedrijven, training die ze verzorgen aan kleine ondernemers, om te voldoen aan de minimale vereisten om dat te doen. Een dergelijke instituut zou ook moeten worden opgezet door private initiatief, door overheid, waarbij we onszelf voorbereiden en dat we die certificering aanbieden aan bedrijven om te voldoen aan die voorwaarden. Kijk, die bedrijven, die oil company, ik zeg altijd, een multinational komt niet om je te helpen. Ja. Een multinational komt zaken doen. Ja. Ze hebben een belang hier en ze komen er maximaal uithalen. Wat moet jij doen als je wilt dealen met een multinational? Zorg ervoor dat je ook een maximale haalt uit jouw belang. Een multinational komt niet landen in Suriname en ze beginnen plotseling te opereren. Het zijn mensen van ons die met ze onderhandelen. Wat zijn de voorwaarden die we stellen? Want er wordt zo'n affaire gecreëerd tegen buitenlandse bedrijven. En ik zit niet hier te pleiten voor geen enkel buitenlands bedrijf. Ik heb er geen belang bij. Het gaat erom, we moeten ons professioneel
leren op te stellen tegen de bedrijven. We moeten onderhandelen. Onze mensen moeten erop worden gewezen hoe ze onderhandelen met die bedrijven. Want bedrijven komen niet om je te helpen. Ze komen om geld te verdienen. Ze komen om winsten te maken. Jij moet zorgen voor dat je je positie veilig stelt binnen die onderhandelingen. En dat is wat wij moeten doen. Welke instituties zetten we op om mensen op te leiden, om continu te voldoen aan de voorwaarden. En natuurlijk kan je beroep aan die multinational doen, want zij weten aan welke voorwaarden je moet voldoen. Dus je zegt mij wat jij van mij verwacht, geef me instructies wat ik moet doen. En ik denk dat het te veel gevraagd is. Maar je kan niet verwachten dat de multinational komt en tijd besteedt alleen om je op te leiden voldoen aan hun voorwaarden. Het kan, maar in een partnership. Dus dat is waar we onze stukje verantwoordelijkheid moeten nemen als bedrijf, als land die grondstoffen heeft. Anders gaan we zitten kijken en daar hebben we weinig tot niets van overgehouden. U sprak daarnet over een controleinstituut. In dit geval, dus die samenwerking met Total Energies en Apache, dus de staatsolie. Wie controleert dat? Wie staat daarboven? Wie reguleert dat? Nou, ik meen dat staatsolie zelf bezig was met een instituut op te zetten die zou toezien op deze afspraken. In de presentatie geeft men aan hoe ze dat in technische termen zouden fenzen, hoe ze dat zouden afschermen, dat een dergelijk instituut inderdaad onafhankelijk blijft. Ik heb daar ook zoveel mijn krasideeën erover. Maar ook iets dat de overheid daarin het voortouw zou kunnen nemen om te vragen dat er een independent consultant wordt ingesteld, of independent, ik zeg gebruik weer consultant, instituut wordt ingesteld een dergelijk instituut die breed zal toezien wat of naliegen van de afspraken en alle partijen zich keurig daaraan houden. De bedrijven, de multinationals, die zorgen er altijd voor om te voldoen aan de voorwaarden. En ik zeg niet dat ze geen fouten maken, maar als beursgenoteerde bedrijf zijn er ook strenge maatregelen, strenge toezicht op hoe jij zaken doet. Als het even misgaat, kelder je marktwaarde zodanig dat je niet eens in staat bent om nog kapitaal uit de markt te halen om te investeren in je bedrijven. Dus zij hebben ook vanuit die positie, vanuit hun belang, baat bij dat ze het goed doen en dat ze ervoor zorg dragen dat ze voldoen aan de voorwaarden. Maar het is altijd beter als wij dat gedeelte van ons, van die verantwoordelijkheid, wat er hier plaatsvindt op ons grondgebied en in ons kustgebied, zelf mede weten te controleren en toezien dat daadwerkelijk wordt voldaan aan die voorwaarden. U bent ex-directeur van Grasalco. In uw tijd, in uw periode als directeur, is het ook zo geweest dat jullie lokale ondernemingen hebben benaderd om diensten voor jullie te verrichten. Aan welke voorwaarden moesten of moeten de ondernemers doen om in aanmerking te komen om diensten te verlenen? Ja, dan ga ik terug in de geschiedenis kort. Bij mijn aantreden als directeur bij Grasalco heb ik na maanden, als ik het goed heb, 3 maanden, 4, 5 maanden, heb ik tegen mijn directieteam gezegd dat wij het bedrijf ISO gaan certificeren. En iedereen kreeg even frame op van oké, wat gebeurt er mee? Maar je bent nauwelijks hier binnen en je wil bedrijf gaan certificeren. Maar ik heb het toen uitgelegd. Het gaat niet om het stukje papier van die certificering dat je krijgt, dat leuk is om te hebben in je handen dat je gecertificeerd bent. Prima, geweldig. Maar het ging om een beetje acquainted, een beetje gewend raken met de processen en procedure om je operatie veilig te leiden. Internationale standaarden en voorschriften die er zijn waaraan je moet voldoen om te opereren, om buitenlandse partner te hebben. En dat hebben we subliem gedaan. We hebben 9001 gehad, we hebben OSHA's 18001. En ik meen dat wij, wat was de volgende? We hebben 3 certificeringen gehad, zo niet meer uit het hoofd. Ik denk 12001, om het ten goede. Maar we hebben in ieder geval binnen een jaar met verenigde krachten voor zorgen dat we gecertificeerd hebben gehad. Wat betekent dat voor jou als bedrijf? Het betekent dat je, als je onderhandelt, dat je naar buiten toe kan aantonen dat je op een bepaalde gestandardiseerde wijze je operatie draait. Maar dat betekent ook dat je, als je daar van beneden uit partnership aangaat, bedrijven kan optrekken naar het niveau. En een van de belangrijke dingen binnen een bijbouw bedrijf, in dit geval, is veiligheid. Hoe veilig zijn je productie, je sites? Het tweede aspect natuurlijk is je kwaliteit.
hoge standaarden en kwaliteitsnormen voldoen je producten aan. In dat geval steenslag. En we hebben dat toen onze steenslagoperatie kwaliteitsnorm gehaald. Dat voldeed. We hebben al onze operatie qua veiligheid laten certificeren. Health safety ook, en ook personeel health hebben we laten certificeren. ISO. En internationaal, ja. En dat was belangrijk voor ons om mee te werken. Dus dan wil je dat tenminste de bedrijf met wie je in partnership gaat, je gaat ze niet alleen opleggen, maar je gaat ze ook begeleiden om daaraan te voldoen, zodat ze inderdaad de service en diensten aan jou kan leveren als bedrijf. Je sprak daarnet over beursgenoteerde bedrijven, dus bedrijven die op de beurs genoteerd staan in een desbetreffend land. Hebben we in Suriname ook zo'n dergelijke beurs? Zijn er beursgenoteerde bedrijven in Suriname? Hoe zit dat? Ja, een goede mate van me zei altijd, ja, er is een effectenbeurs in Suriname die op een Excel-sheet dat zaken regelt. We zijn nog niet zo ver. Er is wel een effectenbeurs die voldoet aan de minimale voorwaarden en bepaalde bedrijven die zijn betrokken erbij. Maar zoals ik dat bekend ben, omdat ik mee ben, zijn we nog niet zo ver. Het was ook een van, ik denk dat er een particulier initiatief was ondernomen, huidig zelf ook een particulier initiatief, om inderdaad een beurs op te zetten voor Suriname. Ik weet, Jamaica heeft ook één goede, dat kijken we in de regio. Ik was in de goede omstandigheid om ooit eens op de beurs te gaan in Toronto, Stock Exchange maar van Toronto, en gezien hoe dat allemaal aan toe gaat. We zijn nog niet daar. Ja. Hoe kunnen we daar komen? Want we gaan nu naar een heel ander niveau. Met internationale bedrijven gaan we nu samenwerken. Dus het is wel raadzaam dat we onze bedrijven een legitieme effectenhandel hebben in Suriname. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe moeten we als land daar naartoe gaan? Ik denk dat er hier een rol is weggelegd voor het bedrijfsleven en de overheid. Dit ga je sowieso in een public-private initiatief gaan moeten ondernemen. Waarbij de overheid natuurlijk ondersteunt met het vaststellen van de regels, hoe dat eruit moet zien. En dat de private sector overgaat tot uitvoering. Regels om natuurlijk een level playing field te creëren. Niet om bedrijven te beperken. Want je hebt een vrije markteconomie waarbij vraag en aanbod gaat bepalen. Hoe die beweging gaat zijn op je markt, op de beurs. Maar dat er duidelijke spelregels zijn waar bedrijven aan moeten voldoen en wat de consequenties zullen zijn wanneer we dan niet voldoen aan die voorwaarden. Dus daaruit zou het gesimuleerd moeten worden. Eerlijk gezegd heb ik nooit onderzocht waarom dat initiatief niet wordt verruimd. Het bestaande wat er nu is vanuit de private sector, ik weet niet wat er grondslag ligt. Maar inderdaad zou het een samenwerking zijn tussen de private en de publieke sector om dat tot stand te brengen. Yeah. En wie zou dat moeten controleren, die effectenhandel? Daar ga je onafhankelijke instituten voor oproepen. Een van de dingen waar we tekort schieten in Suriname is toezichthoudend organen, sterke instituten die ervoor zorgen dat gemaakte afspraken worden geleefd. Dat is onze grote bottleneck. De instituten die moeten toezien dat spreek af aan regels en wetten en afspraken en hoe we het moeten doen, ontbreken we niet. Maar die follow-up. Die follow-up sterke instituten die losstaan van de overheid. Want je kan instituten hebben die van de overheid afhankelijk zijn. En je betaalt ambtenaren met karige salarissen om zo'n grote job te doen. Dan weet je hoe moeilijk en uitdagend ze zijn. Ik rechtvaardig dan geen corruptie en oneigenlijke handeling. Maar het is zeer verleidelijk. Wanneer je dan een budget maakt voor een instituut, een sterke instituut. Je faciliteert de mensen, je zegt, dit is jouw budget, dit is jouw target. In een jaar moet je me dit opleveren, dit zijn je opdrachten. Ga aan de slag en zorg ervoor dat je doet. Trek deskundigen aan. En meestal zeggen we van, je moet geen politieke mensen faciliteren. Je mag politieke mensen faciliteren, maar laten ze deskundig zijn. Er is niets mis met het faciliteren van politieke mensen. Wanneer ze niet de deskundigheid beschikken, wanneer ze daar zijn als loyalisten, wanneer ze niet het algemeen belang gaan dienen, dan heb je wel een probleem. Ja, maar als de realiteit wijst ons iets anders. Maar als er deskundigen binnen je organisatie zijn, met wie je kan rekenen, op wie je kan vertrouwen en het werk naar behoren gaan doen in het algemeen belang, dan is er niets mis mee.
Maar die deskundigheid moet aanwezig zijn en ze moet in staat zijn om het werk te doen zoals dat verwacht wordt van de persoon, van de individu. Wat is de volgende stap voor de Surinaamse samenleving met het oog op oil en gas? Nou, ondanks het lijkt alsof we laat zijn, dat we ons nog steeds moeten voorbereiden op wat er komen zal. Dat je een bepaalde situatie zal krijgen, als je dat nu niet al hebt, is dat met de komst van olie en gas de prijzen van diensten en goederen in het land hoger gaan. Neem maar een voorbeeld met percelen nu. Het was al relatief hoog in Suriname en die gaan in waarde stijgen. Wat ga je dan krijgen? Dat niet een heel grote groep is, maar een klein deel die betrokken zal zijn bij oil en gas. En dat grote deel van de samenleving straks niet in staat zal zijn om te betalen voor die goederen en diensten in de winkel straks. Om voor die producten in de winkel staan. Omdat de levensstandaard vanwege de komst en die verwachtingen die er zijn, omhoog is te gaan. Dus ook daar zou je als overheid een gerichte beleid op moeten loslaten om jouw samenleving, de bevolking te beschermen. En wat je zou moeten eisen als overheid is ervoor zorg dragen dat er steeds meer uit die sector overblijft in die samenleving. Dus vandaar dat het noodzakelijk was dat we een duidelijke local content policy hadden moeten ontwikkelen. En ik blijf erbij bij wet. En ik blijf erbij dat je instituten moet beroepen om die enforcement te hebben. Dus die wet zou moeten zorg dragen dat er steeds meer op basis van een formule, en er zijn voorbeelden staat in de wereld, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, kies allemaal, kijk ernaar, pas het naar de Surinaamse omstandigheden, naar de Surinaamse economie aan en implementeren. En laat iedereen het goedkeuren en laten we overeen zijn. Dat dit zijn de spelregels, dit zijn de diensten die je moet afnemen in de samenleving. En ja, als we nog niet voldoen eraan, wat ga je investeren zodat de mensen in staat kunnen zijn om die diensten te leveren? Er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing voor het vraagstuk, maar we moeten er bewust en doelgericht mee bezig zijn. Maar hoe gaan we die samenleving daadwerkelijk beschermen? Want u geeft daarnet aan dat er gaan enorm veel dollars Suriname binnenkomen. Maar een kleine groep mensen die zal ervan profiteren. Een heel kleine groep die zal ervan profiteren. En die kleine groep zal ervoor zorgen dat bepaalde diensten en producten en goederen en ontroerend goed en vastgoed, als het ware, de prijzen omhoog zullen gaan. Hoe kunnen we die samenleving daadwerkelijk beschermen? Gewoon concreet. Concreet is dat ervoor de overheid ervoor zorgt dat die regels er zijn. Regels zijn dat die spin-off effect inderdaad groter moet zijn, dat die samenleving, de spreiding groter is. Je gaat al dan, hoe ook je probeert, je gaat die hele samenleving niet kunnen kofferen. Hoe zal je die samenleving kofferen? Hiermee is wanneer de overheid, de verantwoorde overheid er is en die verdiensten uit de sector die na 5 jaar of zoveel zal binnenstromen, zal aanwenden om te investeren in de gezondheidszorg, school, education en andere veiligheid en andere voorzieningen voor de samenleving. Daar ga je een grote deel van de samenleving invloed op hebben. Maar die groep, wat je wil is in plaats van 10%, 25% betrokkenheid van de samenleving, 15-20% wil je hebben. Dat zou je moeten doen met regels. Dat zou je moeten doen met concrete regels en richting geven. En daarvoor heb je verantwoordelijke overheid nodig die betrokken is en begrijpt waar het over gaat en daadwerkelijk ervoor zorgt dat die spin-off groter is. Er is geen enkel ander maatregel waarvan je zegt van ja, je gaat die oil company straffen om het te doen. Nee, dat gaat het niet. Je bent in onderhandeling met het bedrijf. Er zijn condities waarover en weer wordt onderhandeld. En die onafhankelijke rol van de overheid moet de overheid blijven behouden. En van daaruit ervoor zorg dragen dat wij ons klaarmaken. Je kan niet gaan bepalen voor die oil company. Je hebt de regels wel waaraan ze moeten voldoen. Maar het is een bedrijf, een independent bedrijf, die komt onderhandelen met jou. Wat jij moet doen, en dat zag ik vaker in elke positie dat ik bekleed, bouw jouw doelen en je voordelen op basis van jouw kracht. Bereid jezelf beter voor om beter eruit te halen. Dit is een standaard, die zullen we werken en die we gaan onderhandelen. Behalve als je zegt dat je tot de extreme wil gaan, zoals in bepaalde landen, nationalisatie van bedrijven, dat is weer een ander topic. Maar we zeggen nee, we willen een partnership, we willen goed overleg, we willen praten met elkaar en ervoor zorg dragen, onze tijd en energie en deskundigheid stoppen in het veiligstellen van ons aandeel, dan moet het van ons kant komen. In uw tijd als directeur van Grasalco, voeren jullie ook operaties uit in het binnenland. Hoe heeft u
die lokale samenleving daar betrokken bij de productie van Grasalco? Nou, als het mogelijk was, zou ik nu vragen om zelf aan de mensen van Brokkenfonden te vragen wat voor bijdrage Grasalco daar heeft. Nee, maar ik wil het van u horen. Wat heeft Grasalco gedaan voor de mensen in die gebieden? Voor mijn tijd bij Grasalco heb ik gewerkt voor de multinational. En een specifiek onderdeel waarmee ik belast was, was community development. Ja. Vanuit de multinational dealen met de lokale gemeenschap. Dus het was een leerschool voor mij. En zelf mijn eerste masterstudie is gegaan, gaat over de rol van multinational in gemeenschap ontwikkelingswerken. Dus ik heb er heel goed voor op werk, voor studie aan gehad, voordat ik zelf directeur ben geworden. En die principes, hetzelfde principe, heb ik ook toegepast. Het gaat om een engagement, betrokkenheid van die samenleving. Ja. Vaste afspraakdagen met de mensen initiëren, vergaderen met de lokale bevolking, luisteren naar de wensen van de grieven van die samenleving, waarbij je ook duidelijk aangeeft van nee, ik ga de overheid niet vervangen als bedrijf, maar ik kan de overheid ondersteunen. Er zijn projecten waarbij wij als bedrijf gaan bemiddelen aan de overheid. Er zijn projecten waarbij wij als bedrijf zelf adviezen gaan geven wat je moet doen. Er zijn projecten waarbij wij als bedrijf zelf gaan inkomen met financiële middelen en te helpen. En zo'n programma hebben we uitgevoerd. Maar ook het aantrekken van lokale mensen. Er waren jongens van Brokkenfonden en dames uit Brokkenfonden die daar werken voor de operatie op Roosevelt, die daar actief waren. Dus werkgelegenheid, projecten hebben we gecreëerd voor de mensen daar in het district. En hoe zijn jullie omgegaan met die illegale goudzoekers als het ware? Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, er was één specifiek gebied waarbij wij een uitdaging mee hadden. Dat was in Maripasto. Op een gegeven moment zaten we daar met 2500 man op de concessie van Grasalco. Maar ook daar hebben we het principe van overleg en praten en uitleggen wat je plannen zijn en openheid. Dat tot een beheersbare proportie teruggebracht toen, samen met de lokale bevolking. En je neemt mensen uit de gemeenschap in dienst, je zegt de mensen wat de grotere plannen zijn, je maakt afspraken met de jongens van het gebied van hey, dit gebied mag je nog even bezig zijn, we zijn nog niet daar bezig, wij gaan hier onderzoeken, hier moet u voor me vrijlaten en daar kunt u nog even werken, wanneer we klaar zijn moet u wel plaats maken. En dat zijn de continu processen en procedure die je moet blijven volgen als bedrijf om het gedaan te krijgen. Het kost je een extra effort, maar het is wel goed en duurzamer wanneer je tijd daarin inzien. Dus jullie als bedrijf of u als directeur heeft als het ware de heren al daar toestemming gegeven om in een bepaald gebied te menen. Bent u wel bevoegd die toestemming te geven? Nou, in die zin dat het jouw concessie is als bedrijf. Ja. En dat wanneer er iets mis zou gaan, dat de overheid jou verantwoordelijk zou houden daarvoor. Dus ja. Rekening houding daarmee hebben we toch wel een beperkte groep, er waren niet veel hoor, 2, 3, 4, 5 mannen, een beperkte groep toestemming verleend van oké, we zijn nog niet bezig zijn. In de benadering ga je wijsheid moeten toepassen om je operatie voor te laten gaan. Wil je iedereen wegjagen en dat je elke dag je weg wordt afgesloten en dat je je personeel niet kan af en aanvoeren en dat je geen voeding kan brengen voor personeel? Of ga je met de deel dat... Want de mensen, er waren veel, ik zei al, er waren 2500 mensen ongeveer op de concessie. En dat is teruggebracht naar een beheersbare proportie. Dus ja. Op een gegeven moment ga je geven en nemen. En natuurlijk met in acht nemen van de wettelijke regels, waarbij je natuurlijk de GMD op de hoogte stelt van je hebt dat gedeelte nog in beheer, op dat gedeelte ga je afstoten en voor zorg dragen toezien dat er op verantwoorde wijze wordt omgegaan. Maar nog zie de verantwoordelijkheid blijft bij jou. Het is net als nu de huidige senior dat heeft gedaan met de jongens uit Koffiekamp, waarbij ze deel geven aanwijzen aan de jongens om te komen opereren. Dat is gedeeltelijk gedaan in Maripaston, ja. En wat zijn dan de afspraken die jullie dan maken met zulke heren van hey, jullie mogen daar werken, maar jullie moeten een bepaalde percentage afstaan. Hoe? Nou, die afspraken waren zodanig ingericht dat er werd gevraagd naar een bepaalde percentage, niet voor Grasalco perceel, maar voor hun ontwikkeling van het eigen gebied. En die afspraken worden gemaakt waarbij we aangeven van oké, die bijdrage die je zal leveren als bedrijf die daar werkt op terrein van Grasalco zullen zijn om bepaalde kosten zoals security te dekken. Maar zeker dat er hieruit van tijd tot tijd donaties worden gedaan voor de lokale gemeenschap en ondersteuning naar het gebied waar je zelf opereert. Maar Grasalco, het bedrijf, voerde wel controle uit op de jongens?
dat ze niet met Quick werkt, et cetera. Ja. Die voorzieningen waren, Gransalco zelf is later begonnen met een Quick-vrije operatie om te laten zien hoe dat kan. Kijk, het uitsluiten, uitbannen van Quick kan je niet makkelijk controleren zolang je geen alternatief hebt. In de praktijk is dat tot nu toe gelukt. Er zijn methodieken die je kan toepassen om ervoor zorg te dragen dat beheersbaar wordt. Andere alternatieven zijn, maar die zijn zo kostbaar, waardoor je dan de kleine ondernemer niet in staat bent te stimuleren om daarin te gaan opereren. Maar dat zijn een van de dingen waar we zeker naar gekeken, dat het Quick niet op oneigenlijke wijze werd gebruikt, maar dat op verantwoorde manier de recovery plaatsvindt van het gebruik van Quick. We kijken even naar een vraag in de comments. Ik zie hier... Wie controleert dan de productie, dus hoeveel vaten olie geproduceerd wordt? Want we weten niet hoeveel goud er als het ware nu geproduceerd wordt. Nou, dat zeg ik nogmaals. Het zijn beursgenoteerde bedrijven. Voor hunzelf moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Nee, soms de Surinaamse samenleving onderschat het. Die penalties die deze bedrijven krijgen wanneer ze zouden stelen... Het leidt tot faillissement van een dergelijk bedrijf. En ik zeg niet dat de dingen niet gaan gebeuren. Maar daarvoor zijn de Surinamers ook in de operatie. En ik wil ervan uitgaan, ter goede trouw, dat de Surinamers die betrokken zijn bij Staatsolie in de operatie, in staat zullen zijn om te beoordelen en te bewaken dat Suriname hun rechtmatig deel geeft op basis van de afspraken en de productie. En weet je, ik heb nog geen multinationale betrapt daarop. Maar het zijn andere methodieken. Bijvoorbeeld een goudmijnbedrijf. Zelden zullen ze je bestelen met het ruw goud dat ze meenemen. Er zijn te veel controlemechanismen. Zelfs de vliegmaatschappij, de transporteur, die moet op de hoogte zijn van de hoeveelheid die daarin zijn. Ook daar een controlepunt. Wij als land moeten onze controlemechanismen in place hebben. Zij moeten doorgeven aan land van waar ze het gaan doorvoeren. Zij moeten het geven aan land van waar ze het van uiteindelijk gaan komen. Dus er zijn een aantal veiligheidskleppen. Maar dan nog zeg ik, wij moeten ervoor zorgen dragen om te toezien. Waar we ons druk moeten maken, en dat is mijn ervaring, is deskundigheid op het nagaan en het checken van de boeken van deze bedrijven. Het financiële administratie van deze bedrijven. Daar moeten we ons deskundig gaan verdiepen. Daar moeten we weten dat de cijfers die worden gepubliceerd of gepresenteerd de juiste zijn. Daar moeten we weten, als er niet een armlengte principe, dat er binnen het bedrijf diensten en service van een bedrijf van hun eigen ondernemer wordt afgenomen, zogenaamd van de derde partij. Die dingen moeten we technisch gaan beoordelen en kijken. We moeten gaan letten op het afschrijven van equipment. We moeten gaan letten als die reserveringen die worden gedaan voor rehabilitatie, voor gemeente gebieden, daadwerkelijk aan de kant worden gezet. Ja. Dus die dingen, daarin moeten we gaan verdiepen. Daar zijn die multinationals goed om het te verbloemen. Ja. Ze is allemaal mooi en waar, maar wie gaat dat controleren? Wat zijn die controlemechanismen nu op dit moment? Er is bij beide bedrijven, als het functioneert weet ik niet, ik ben niet zo betrokken daarin. Wij zijn bij beide bedrijven een monitoringscommissie benoemd vanaf toen al. Als het nu functioneert, waarbij ze één keer per maand aan tafel gingen zitten met de multinational. Concreet bij uitvoeren van goud zijn onze douane betrokken. Onze douane moeten meekijken en beoordelen. Bij uitvoer van goud zijn er instituten die op de hoogte gesteld moeten worden. Dus het is makkelijk om te denken dat die multinationals inderdaad een extra 20 kilo of 100 kilo gaan meenemen. Wish is possible, maar ik weet niet zeker als het bedrijf risico daarom zou nemen. Nogmaals, ik geef een simpel voorbeeld. Ik noem maar een voorbeeld. Kijk, toen het Tambuya naar Suriname kwam, hebben ze equipment meegenomen uit Omaha Mijn. En een voorbeeld hoe ze multinational te werk gaan. Ze brengen de equipment opnieuw in en ze worden opnieuw opgebracht en afgeschreven. Dat soort technische fijnigheden. Daarmee pakken multinationals ons. Maar niet met ruw goud meenemen, puur borstje en dergelijke. Daarvoor moeten we onze monitoringscommissie in place hebben om dat toe te zien. Er is één monitoringcommissie, dat zeg ik, ik ben nu nauw betrokken bij dat geheel. Ik weet niet of ze op reguliere basis nog steeds vergadering onderhouden met die multinationals. Maar die zijn er wel. Het is ingezet afspraak van die mineral agreement, dat die worden opgenomen daarin.
Ik ben heel nuchter wat dit soort dingen betreft toch. Ja. Ik laat me niet leiden door het emotionele. Omdat ik, ja, het is ons goud, ze pakken ons en noem maar op. Het kan. Ik sluit er niet uit. Maar daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en ons danig laten inlezen en onderrichten, zodat we in staat zijn om die controle te voeren. Dat moeten we doen. Ik zie geen vragen meer in de comments. Tot slot, heeft u nog iets dat u wilt meegeven aan de Surinaamse gemeenschap ten aanzien van de recente ontwikkelingen op het gebied van olie? Nou, ik kijk er nog steeds positief naar uit. Zoals de directeur dat verwoordt van Staatsolie Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn met deze nieuwe ontwikkelingen. Dat is zeker. Maar tegelijkertijd wil ik een oproep doen aan de Suriname samenleving om waakzaam te blijven, scherp te blijven. Vanuit politici, leiders van het land. Nu dat eindelijk het land anders te gaan besturen. Dat wij keuzes maken die lang termijn het belang van de samenleving zullen dienen. Eén daarvan is goed investeren in ons onderwijssysteem en niet wat we nu hebben, triest met ons huidig onderwijs. Dat we onze jongeren, onze mensen gaan opleiden. Want uiteindelijk raken deze natuurlijke hulpbronnen op en dan zou je het maximaal moeten benutten voor duurzamere sectoren. Dat roepen we al een aantal jaren. Laten we inderdaad de handen bij inslaan en daadwerkelijk doen wat in het belang is voor het land. De dingen die we ondernemen, ze gaan moeilijk omdat we altijd, politici altijd een andere agenda hebben. Maar als we aan alle openheid deze dingen benaderen, dan zullen we zien dat de oplossingen niet zo moeilijk zijn te vinden. Ja, we komen terug, we zijn begonnen met dat van Ciel. Als we Ciel wil privatiseren, hou een openbare inschrijving voor deskundigen die dat ding kunnen uitzetten voor je als je zegt dat je zelf, als je zelf niet vertrouwt om het te doen, om het te begeleiden. Dus besteed uit. Laat iedereen weten waar ze moeten fout doen. Laat de ondernemer deelnemen om in aanmerking te komen dat je ziet dat ik een probleem heb. Maar je creëert een ander probleem omdat er bakka dingen worden gedaan. Yeah. Ook zo met oil en gas. De verwachtingen zijn hoog. We zullen pas na 2028 ervaren wat het betekent voor ons. Laten we positief blijven. Het is een opportunity, grote opportunity van ons. Maar we moeten daarop blind staren. De grootste natuurlijke hulpbron van ons is onze mensen. De technici, de kader die we gaan opleiden, de jonge generatie die we gaan scholen om in staat te zijn, ook wanneer deze grondstoffen zijn uitgeput, dat we het land verder kunnen ontwikkelen. Daarvan moeten we het hebben. High education, high level education, skilled labor, professionals, jonge ondernemers. Dat is wat langdurig en duurzaam deze samenleving gaat leren. Dat we een goede gezondheidszorg hebben, een goede onderwijssysteem, een veilig samenleving hebben om dit land verder te ontwikkelen. Ik zie daarnet dat er een vraag binnen is gekomen. Ik hoop dat we nog tijd hebben. In de wandelgangen wordt gezegd dat men Grasalco wilt verkopen aan een bekend Surinaams bedrijf. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, in geval Grasalco verkocht zou worden of geprivatiseerd zou worden. Ook daar zeg ik ook bij Grasalco, laat de criteria duidelijk zijn, laat de voorwaarden duidelijk zijn, laat het proces duidelijk zijn, transparant, betrouwbaar, zodat we weten waar je moet voldoen om in aanmerking te komen. Het maakt niet uit, dat maakt niet uit wie het overkoopt, zolang het voldoet aan de voorwaarden eisen en in staat is werkgelegenheid te creëren, winstgevend te draaien voor die totale samenleving. Be my guest. Thank you, meneer Akimboto. Zo, kijkers en luisteraars, dat was de heer Akimboto. Hij is vrij duidelijk geweest over zijn visie en kijk op zaken met betrekking tot de, het privatiseringsproces van de Sail. Hij is zijn mening goed onderbouwd, goed gestaafd. En we kijken uit naar een vervolgend gesprek met meneer Akimboto. Ik bedank u voor het willen kijken. Ik ben Jamal en mijn cameraman is Riano. Tot de volgende keer. Dank u wel.